Vervolgens de bespreking van het natuurkunde-examen van 2023, tweede tijd voor de HAVO. We zitten bij Noodsom voor Arena. Lees even voor. Voetbalstations als de Johan Cruijff Arena worden gebruikt voor grote evenementen zoals sportwedstrijden en concerten. Hiervoor wordt in de arena 9,0 miljoen kilowattuur per jaar aan elektrische energie verbruikt. De arena wordt verduurzaamd. Een deel van de energie wordt nu geleverd door een oppervlak van 7,1 tot de derde vierkante meter aan zonnepanelen. Het rendement van die zonnepanelen is 18% en de zon schijnt gemiddeld 1,2 tot 10 tot de derde uur per jaar op de zonnepanelen met een gemiddeld stralingsvermogen van 7,5 tot 10 tot de tweede watt per vierkante meter zonnepaneel. 6. Bereken dan hoeveel procent van de jaarlijkse energieverbruik in de arena door de zonnepanelen wordt geleverd en geef dat antwoord in twee significante cijfers. Nou, elektrisch vermogen is dus het oppervlakte van die panelen, dat is 7,2 maal 10 tot de derde vierkante meter, dat is deze waarde, zie je wel. Maal wat er aan vermogen per vierkante meter zonnepaneel wordt opgenomen, dat is deze waarde, 7,5 maal 10 tot de tweede. En die staan respectief hier en hier in de opgave. En dat dan nog een keer vermenigvuldigen met het vermogen van 18%, deze. En dat is maal 0,18. Daar komen die waardes vandaan. Dus krijg je het oppervlak, 7,2 maal 10 tot de derde. Maal het vermogen per vierkante meter, 7,2 maal 10 tot de vijfde, maal 0,18, oftewel 18%. En dan krijgen we dus uit, dus 9,2 maal 10 tot de vijfde watt. En als je daar kilowatt van maakt, dan is dat 972 kilowatt, oftewel 9,72 maal 10 tot de tweede kilowatt, zo mag het ook. Nou, en dan per jaar is dat het vermogen maal de tijd. En het is misschien handig om met kilowatt te werken en dat vermenigvuldigen met het aantal uur. En dat is 1,2 maal 10 tot de derde, dat staat hier, deze zie je wel. Dus 972 kilowatt maal 1,2 maal 10 tot de derde uur geeft dan je antwoord in kilowattuur. Dat is 1,17 maal 10 tot de zesde. Dan weet je nog niet, want je moet dus het percentage uitrekenen. Dat is eigenlijk dus ook weer het rendement. Dus wat er nuttig wordt geleverd, 1,17 maal 10 tot de zesde kilowattuur, gedeeld door wat er oorspronkelijk ingaat, of het nodig is, en dat is 9,0 maal 10 tot de zesde kilowattuur, en dat maar 100%. Nou, en dat blijkt dus, als je dat uitrekent, blijkt dat dus 13% te zijn. Dat is eigenlijk niet, dat is niet het rendement, dat is het percentage wat geleverd wordt door de zonnepanelen. Maar je rekent het wel op dezelfde manier alsof het een rendement is, ja, met dezelfde formule in feite. Oké, de arena is ook voorzien van een noodstroomsysteem. Als tijdens een evenement het stroomnet buiten het station is uitgevallen, wordt de elektriciteitsvoorziening binnen het station overgenomen, door dieselgeneratoren, die elektriciteit opwekken door diesel te verbranden. Diesel heeft een verbrandingswaarde van 36 van 10 tot de 9 is dan volgens mij joule per kubieke meter. Ja. In de arena wordt tijdens een evenement 1,3 maal 10 tot de derde kilowattuur elektrische energie voor verlichting verbruikt. Voer dan de volgende opdracht uit bij 7. Bereken hoeveel liter diesel minimaal nodig is voor de verlichting van het evenement. En geef de reden dat het werkelijk dieselverbruik hoger is. Nou, wie staat het dan? Je moet natuurlijk uitrekenen wat er vrijkomt als je die diesel gaat verbruiken. Dat doe je met deze formule. De energie, de chemische energie die vrijkomt, is de verbrandingswarmte maal het volume van de diesel. En die moet je uitrekenen. Dus het volume van de diesel is dus, als je aan chemische energie nodig hebt, gedeeld door de verbrandingswarmte. Dus als je een kubieke meter verbrandt, zeg maar, van die diesel. Nou, wat heb je nodig? 1,3 maal 10 tot de zesde, die komt hier vandaan, dat is kilowattuur. Nu kun je er best een joule van maken. Dat doe je door te vermenigvuldigen met de omrekenfactor, die kun je trouwens in tabel 5 vinden. 3,6 maal 10 tot de zesde, dus als je die twee met elkaar vermenigvuldigt, krijg je dus chemische energie die je nodig hebt in joule. Gedeeld door de verbrandingswarmte, die is gegeven, 36 maal 10 tot de zesde joule per kubieke meter. Dus deel joule, deel door joule per kubieke meter, dan krijg je kubieke meter. 0,13 kubieke meter. En als je daar dan weer liter van wil maken, dat is maal 1000. We hopen dat je dan weet van de lagere school. Van kubieke meter naar kubieke decimeter is maal 1000. Dus 130 liter is dat dan. 130 kubieke decimeter. Maar je moest in twee significante cijfers schrijven vandaan. Dat je niet 130 mag laten staan, maar dat je moet schrijven 1,3 maal 10 tot de tweede liter. Nou, waar er geen rekening mee is gehouden, is dat er natuurlijk altijd energieverlies is. Dus in feite moet je natuurlijk meer dan die 130 liter gaan verbranden. Dat lijkt me duidelijk. Om de zonnepanelen ook geschikt te maken voor duurzame noodstroomsystemen, wordt de energie van de zonnepanelen opgeslagen in de superbatterij. Die zie je hier.
Hier wordt de dieselgenerator overbodig, zie figuur 1. Oké, hier heb je de zonnepanelen, hier heb je de superbatterij in het stadion. Oké, we gaan naar de volgende pagina. De superbatterij bestaat uit geschakelde accu's. De accu is te beschouwen als een serieschakeling van een spanningsbron U met een interne weerstand M. Dus hier heb je die, dit is de spanningsbron met een interne weerstand RM. Deze serieschakeling wordt aangesloten op een verbruiker met weerstand RVRP. Dat is deze, dus verbruikersweerstand. Dus dat staat allemaal in serie als je ziet. Oké, in figuur 2. Die superbatterij van de Rhein is gemaakt van gebruikte accu's van elektrische auto's. Op een gegeven moment wordt de accu uit de auto RVRP is klein gehaald en in de superbatterij van de Arena verplaatst. Iedere accu voorziet een klein deel van de Arena van energie. Per accu is de RVRP dan dus groot, omdat er veel zijn. RM verandert niet als de overplaatsing van een auto naar de superbatterij. Als gevolg van interne weerstand wordt een accu warm tijdens het gebruik. Sorry, dat is RINT. Oké, omcirkel op de juiste antwoorden. Nee, heb ik hier overgenomen. De totale weerstand van de schakeling in figuur 2 wordt groter, neemt af of blijft gelijk als de accu wordt oververplaatst. Nou, er wordt dus eerst de accu verplaatst in een serieschakeling. Dus komt extra weerstand bij. Het is een serieschakeling, dus dan wordt de totale weerstand ook groter. Dus die neemt toe. Even checken. Ja, is toe. De stroomsterkte in de schakelaar neemt dan af, want de spanning van de spanningsbron blijft hetzelfde. De weerstand neemt toe in de serieschakeling, ja, dan gaat er minder stroom lopen. Dus die neemt af. Even checken. Ja, neemt af. De spanning er intern in deze weerstand, die neemt dan ook af. He, want als er steeds meer weerstand bij komt, dan wordt de spanning die over elke weerstand staat, die wordt dan natuurlijk kleiner. En de warmteontwikkeling neemt dan ook af, want de warmteontwikkeling, de energie die er vrijkomt, is vermogen maal tijd. En het vermogen is stroomsterkte maal spanning. Als je dat dan combineert met energie die er vrijkomt, in dit geval warmte, is dus vermogen maal tijd. Is dus spanning maal stroomsterkte maal tijd, want ik heb vermogen vervangen door U maal I, zoals je ziet, P is U maal I. Nou, de spanning neemt af, zagen we. De stroomsterkte neemt ook af. Tijd blijft hetzelfde, maar ja, als dat vermenigvuldigd wordt het toch minder. Dus de warmteontwikkeling neemt ook af. Ja. Oké, voor het ontwerp van de superbatterij moet worden berekend worden hoeveel accu's er nodig waren. Iedere accu bestaat uit 192 aparte cellen. Zie figuur 3. In elke cel zit in gebruikte ook heeft een capaciteit van 31 ampère uur. Oké, dat is per cel, dus niet per accu, maar per cel. Bij een spanning van 3,0 volt, de superbatterij in de Arena heeft een totale energieopslag van 2,8 x 10 tot 30 kWh. Voer dan de volgende opdracht uit bij 9. Bereken de energieopdracht voor één gebruikte accu. En bereken het aantal benodigde accu's voor de Arena. Nou, dat ga je ook weer doen met dezelfde formule die we net zagen. Energie is vermogen maal tijd. Met vermogen is U maal I. Dus als je dat dan combineert, krijg je E is U maal I maal T. Die zagen we net ook al. Nou, je ziet dat gebeuren. Per cel heb je 3,0 volt maal 31 ampère uur. Dus dat is 93 wattuur. Als je daar kilowattuur van maakt, is dat deel op de 1000, krijg je 0,093 kilowattuur. Dat is voor één cel. En dat 192 keer voor één accu, want er staat 192 cellen per accu, dus die waarde die we net hebben uitgegeven, 0,093 kWh per cel, moet je met 192 vermenigvuldigen en dan krijg je dus 18 kWh en dat is dan nog maar één accu. En wat je nodig hebt is 2,8 x 10 tot de derde kWh en die deel ik dan door die 18 kWh voor één accu en dan krijg ik het aantal accu's. Nou, 2,8 x 10 tot de derde gedeelde 18 is 1,6 x 10 tot de tweede, is dat volgens mij moeilijk te lezen, gaan we even kijken. Zeg maar 10 tot de tweede. Oké. Die formules die kun je trouwens vinden in tabel 35D1. Ja. En die andere formule met het rendement, die vind je in 35A4. Ja. Of het aantal is dat. Ja. Het rendement aantal. Oké. In de volgende video gaan we verder met Kelvin-remmen.